Deze video gaat over combinaties vermenigvuldigen en optellen. In deze video ga ik je laten zien hoe je combinaties kunt vermenigvuldigen en optellen. En ik ga het uitleggen met behulp van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Het gaat over een schoolfeest. En op dat schoolfeest bestaat de feestcommissie uit zes jongens en negen meisjes. Na elk feest kiezen we van die feestcommissie zes mensen uit om de zaal schoon te maken. En de opdracht bij vraag A is. Hoeveel schoonmaakploegen zijn er mogelijk met daarin twee jongens? Nou, belangrijk bij zo'n vraag is dat je je eerst gaat afvragen, maakt de volgorde wel of niet uit? Want als de volgorde wel uitmaakt, gaan we permutatie doen. Maakt de volgorde niet uit, dan gebruiken we een combinatie. Nou, we kiezen hier een schoonmaakploeg en het maakt niet uit of Jantje als eerste in de schoonmaakploeg terechtkomt of als tweede, want iedereen moet schoonmaken. Dus de volgorde maakt niet uit, en dus gaan we hier gebruik maken van een combinatie. Nou, wat we gaan doen is, we willen twee jongens in onze schoonmaakploeg. En ik heb hier naast mij nog even de theorie opgeschreven over de combinatie. En de belangrijkste was die allerlaatste zin. Uit de N kies ik er k. En dat gaf aan wat voor combinatie we moeten doen. Wat gaan we nu doen? Nou, we willen twee jongens kiezen. Dus onze zin wordt dan, uit de zes jongens die we hebben, kiezen we er twee. Dus als we hier naar kijken, uit de 6 kiezen we de 2, uit de n kiezen we er k. Dus mijn n bovenste wordt 6, mijn k de onderste die wordt 2. Dus we doen een combinatie hier zo van 6 boven 2. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar hè. Kijk als we dit uitrekenen hebben we nog niet het antwoord. Want onze schoonmaakploeg bestaat uit 6 mensen. En ik heb er nu pas 2 in mijn schoonmaakploeg, want we hebben van de 6 jongens er 2 gekozen. Dus we hebben ook nog 4 meisjes nodig. Nou, bij de meisjes, we hebben 9 meisjes in totaal en daarvan kiezen we er 4. Dus als we kijken naar deze zin, uit de 9 kies ik er 4. Mijn n wordt 9 en mijn k wordt 4. Dus dan maken we ervan 9 boven 4. Nou, nu is de vraag, wat moet ik met deze twee combinaties gaan doen? Moeten we ze vermenigvuldigen of optellen? Nou, dan komen we weer bij de somregel en de vermenigvuldigingsregel. Wat we hier gaan doen is, we willen twee jongens en we willen vier meisjes. En zoals we eerder hebben geleerd, n betekent keer, dus we gaan deze twee combinaties met elkaar vermenigvuldigen. Nou, als je dat doet, je rekent dat uit op je rekenmachine, dan kom je uit op 1890. Dus in totaal zijn er hier 1890 mogelijkheden. Oké, okay, het tweede voorbeeld. Vraag B. We hebben weer dezelfde situatie, maar nu is de vraag, hoeveel schoonmaakploegen zijn er met minstens vijf meisjes? Belangrijk in deze vraag is het woordje minstens, want minstens wil zeggen vijf meisjes of meer. Dus we gaan hier zo twee situaties onderscheiden. Situatie 1 is vijf meisjes en één jongen, want dan zijn het er samen zes en we moesten er zes in totaal hebben. En situatie 2 is 6 meisjes en 0 jongens. Dat zijn de twee situaties die we gaan uitrekenen. En we beginnen met situatie 1, 5 meisjes en 1 jongen. Nou, we hadden net al bedacht, het gaat hier over een situatie waarbij de volgorde niet van belang is. En want het maakte niet uit op welke plek je in het schoonmaakteam kwam. Al die mensen van het schoonmaakteam gingen schoonmaken. Dus we gaan ook hier weer gebruik maken van een combinatie. En we beginnen dus met vijf meisjes, dus van de in totaal... 9 meisjes willen we er 5. Dus uit 9 kies ik er 5, dus het wordt 9 boven 5. Dus we gaan opschrijven, 9 boven 5. Nou, dan zijn we nog niet helemaal klaar, hè, want we hebben 6 mensen nodig, dus we hebben ook nog 1 jongen nodig. En die 1 jongen, we hebben er in totaal 6. En van de 6 jongens kiezen we er 1, dus 6 boven 1. Dus dit wordt 6 boven 1. Nou net als bij het eerste voorbeeld, hier moet weer iets tussen. Wat moet er tussen? Nou we willen 5 meisjes en 1 jongen. En en betekent keer, dus hier tussen komt een keer. Nu zijn we nog niet helemaal klaar, we gaan nu naar situatie 2. Situatie 2 was 6 meisjes en 0 jongens. 6 meisjes wil zeggen van de 9 meisjes die ik heb kiezen we er 6. Dus uit 9 kies ik er 6. 9 boven 6. Dus dan krijgen we 9 boven 6. Nou, dan hebben we nog 0 jongens nodig. Nou, je kunt nu twee dingen doen. Of je stopt hier, of je gaat de combinatie van 0 jongens nog even opschrijven. Ik zal zo even toelichten hoe dat zit. Eerst even die combinatie 0 jongens, dat wil zeggen van de 6 jongens die ik heb, kies ik er 0. Dus dan krijgen we 6 boven 0. En zodra je iets hebt met aan de onderkant een nulletje, dan is het antwoord altijd 1. Dus wat we hier nu gaan doen, hè, we hebben 6 meisjes en 0 jongens. N betekent keer. Dus hier komt weer een keer tussen. En omdat hier altijd 1 uitkomt, gaan we nu dit getal vermenigvuldigen met 1. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin om die 6 boven 0 op te schrijven. Je mag het doen, je mag hem ook weglaten, je mag het ook gewoon zo opschrijven. En dan is het al goed. Nu hebben we dus onze twee verschillende situaties en de vraag is, wat gaan we met die situaties doen? Gaan we die situaties met elkaar vermenigvuldigen of optellen? Nou, het is vijf meisjes of zes meisjes en zoals je weet, of betekent plus. Dus we gaan deze plus die andere situatie doen om ons antwoord te vinden. Nu is het een kwestie van dit uitrekenen op je rekenmachine. En als je dat doet, dan kom je uit op 840. En dat is dan ook het antwoord op deze vraag. Dus wat hebben we geleerd in deze video? Ga bij zo'n opgave eerst even kijken, volgorde wel of niet van belang. Wel is permutatie, niet is combinatie. En in zo'n vraag zitten dus altijd van die gemene dingetjes. He, zoals dat minstens 5, dat wil zeggen 5 of 6. Nou, zodra je ergens en tegenkomt doe je keer. Heb je of, hè, dus heb je twee verschillende situaties. Vijf of zes. Dan doe je plus. En op deze manier werk je zo'n vraag uit. Handig hè, zo'n uitlegvideo. Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.